Het is een heerlijk plekje zo op de top van een van die bergen hier op Patmos. Lekker in de wind. En ik weet niet zeker of Johannes ook op dit plekje geweest is, maar de kans zit er wel in, want hij was hier 1,5 jaar. En het eiland is maar klein. Als hij hier geweest is, heeft hij misschien ook wel wat herinneringen naar boven voelen komen aan die tijd dat hij in Israël was, toen de Heer Jezus nog op aarde was. En die meegenomen werd naar een andere bergtop. En daar dat hele wonderlijke verschijnsel meemaakte, dat de Heer Jezus daar voor zijn ogen zo ineens veranderde. Het staat letterlijk zo, zijn gedaante veranderde. Zijn kleren werden wit als sneeuw. Zijn aangezicht scheen als de zon, zodat ze er niet in kijken konden. Ze zagen ineens een hele andere mens, als het ware. Nou, het verschil met daar op die berg in Israël en hier was dat aan het eind van dat gebeuren daar in Israël de Heer Jezus met grote nadruk zei dat ze er met niemand over mochten praten. Als Johannes hier is, op Patmos, dan is eigenlijk het eerste, en de Heer Jezus verschijnt hem hier, dan is het eerste wat de Heer Jezus tegen hem zegt, van wat je ziet, schrijf dat op en stuurt dat naar de 7 gemeenten in Klein-Azië. Dus wat hij hier ziet, dat moet hij wel doorvertellen. Op die berg in Israël was het verboden om het aan anderen te vertellen. Hier is het juist de opdracht, dat is het eerste wat hij te horen krijgt, om het op te schrijven en het door te geven aan anderen. En ik denk dat hij zich daar behoorlijk ongelukkig en onbeholpen in heeft gevoeld. Want hoe moest hij nou aan mensen, aan doodgewone mensen overbrengen wat hij hier gezien heeft? En daarom gebruikt hij ook, ik ga zo meteen wat vertellen over die verschijning van de Heer Jezus. En daar gebruikt hij 8 keer het woordje als. Ik zag iemand als eens mensenzoon. En zijn haar was wit als sneeuw en het leek op, dus als en gelijk als. Maar het was het niet. Nou, hoe kunnen wij nou toch een beetje oppakken dat wat Johannes werkelijk zag? Wat hij niet over kan brengen met woorden. Maar wat hij toch zag en wat hij probeert om met woorden over te brengen. Je kunt dat wat hij zag alleen maar een beetje zien als God het ons openbaart. Daarom begint dit boek ook met openbaring. Openbaring van Jezus Christus. Onthulling, God haalt een gordijn weg en onthult iets. Je komt alleen maar in het boek in de mate dat God je leven veranderen kan en in de mate dat God het je onthullen kan. Dat in onze achterhoofd gaan we proberen toch om iets te verstaan van wat Johannes werkelijk zag. En daarom lees ik maar voor deze keer een heel kort vers en probeer daar wat over te zeggen. Weer in Openbaring hoofdstuk 1, waar daar dus een openbaring van de Heer Jezus plaatsvindt. En hij beschrijft dat op deze manier, ik lees even vers 12. Toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon. Het leek daarop, maar het was het niet hoor. Iemand als eens mensenzoon. Het woordje zoon in de Bijbel is het begrip voor een volwassen mens, een volwassen kind. Dus ik zag iets wat volgroeid was. Het leek op een mens, maar het was het ook weer niet. Ik zag iets als eens mensenzoon bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. Natuurlijk heel bijzonder hoor. De Heer Jezus had hij op aarde gekend als een mens, maar was toen ten hemel gevaren. En tot zijn grote verbazing ontmoet hij hier nou de Heer Jezus opnieuw als een mens. Hij ziet Jezus is nog een mens. Ook in de hemel is Jezus een mens. Dat is heel verbazingwekkend. We stellen wel eens de vraag, hoe lang is de Heer Jezus mens geweest? En dan zeggen mensen meestal, nou 33 jaar. Maar het wonder is dat de Heer Jezus mens is tot in alle eeuwigheden. En als Johannes het ziet, staat er, ik viel als dood voor zijn voeten. Het was voor hem zo'n openbaring dat Jezus Christus mens was. Ik zag iemand als eens mensenzoon. En dat geeft meteen te kennen wat een geweldig doel of God met mensen heeft. Mensen zeggen wel eens, joh, ik ben maar een mens.
Maar het is ongelooflijk welk doel of God met een mens heeft. God heeft zijn zoon mens laten worden om hem tot in alle eeuwigheden mens te laten zijn. Ik zag iemand als eens mensenzoon. Jezus Christus als mens, maar tegelijkertijd als een mens. Het is zo totaal anders ook. Daarom begint hij dat te omschrijven en hij zegt, ik zag hem als eens mensenzoon. En hij was bekleed met een tot de voeten reikend gewaad. Hij was bekleed. Hij had iets om zich. Hij had aan de buitenkant iets. Laat ik het maar een kleed noemen, zegt Johannes, maar dat was het natuurlijk niet. Dus we moeten niet de voorstelling hebben, de Heer Jezus stond daar met een prachtig lang kleed. Dat is ons menselijk soort denken. Maar Johannes bedoelt daar iets totaal anders mee. Hij wil daarmee duidelijk maken dat de Heer Jezus mens was en tegelijkertijd ook heel anders was daar. Anders dan wat Johannes op aarde van hem gezien had. En nogmaals, dat doet hem herinneren, denk ik, aan dat moment dat hij op aarde daar ook iets van gezien heeft. En daarom lezen we dat maar even. In alle drie evangeliën staat het, in drie evangeliën. Ik neem maar even Matthäus 17. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en zijn broeder Johannes mee en hij leidde hen op een hoge berg in de eenzaamheid en zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht en hun verschenen Mozes en Elia. En daar ziet hij dus hoe de Heer Jezus totaal anders wordt. Nou, op Patmos ziet hij dat in veel grotere mate. Want op de berg der verheerlijking is hij er alleen maar van onder de indruk. Maar op Patmos valt hij als dood voor zijn voeten. Daar is dat in een totaal andere mate nog. Maar het principe is hetzelfde. Daar op die berg der verheerlijking en op Patmos, daar wordt niet iets aan de Heer Jezus toegevoegd als een soort zijn gedaante veranderde, zijn kleren werden wit als sneeuw, zijn aangezicht scheen als de zon, dus een soort spotlight die er op hem gericht wordt of zo. Maar op de berg der verheerlijking gebeurt wat in de hemel gebeuren zal met ieder van ons. Daar wordt de Heer Jezus Christus, ik weet geen beter woord, binnenstebuiten gekeerd. Daar zien de discipelen voor een moment even hoe het in de eeuwigheid zijn zal. En ze zien dat wat de Heer Jezus van binnen is, aan de buitenkant komen. Dat is de hemel. De hemel betekent onder andere dat een mens daar binnenstebuiten gekeerd wordt en dat het binnenste aan de buitenkant komt te zitten. Of beter gezegd, dat er geen binnen- en geen buitenkant meer is. Dat we daar aan de buitenkant zichtbaar wordt wat God aan de binnenkant in ons heeft kunnen uitwerken. Nog even één tekst uit Openbaring. In het laatste hoofdstuk op 1-2 na, geloof ik. Openbaring 19, denk ik. Even kijken, ja. Daar wordt gesproken over mensen. Openbaring 19, vers 7. Waar hij zegt, de bruiloft van het lam van de Heer Jezus is gekomen en zijn vrouw, de bruid dus, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Ze is bekleed. En wat is dat dan, dat blinkend en smetteloos fijn linnen? De tekst zegt dat. Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden, de heiligen. Er komt gewoon aan de buitenkant te zitten wat ze van binnen gedaan hebben. Nou, dat heeft natuurlijk een negatieve kant. Want als jij en ik in je leven dingen hebben die je verbergt voor God, voor mensen, waarvan je weet, ik ben dankbaar dat niemand dat ziet,
dat stop ik weg op de vliering van mijn innerlijk leven. Dan moet je je wel bewust worden dat straks de vliering wel openbaar wordt. Dat straks alles zichtbaar wordt. En dat is voor mensen die iets te verbergen hebben, ook voor christenen die iets te verbergen hebben, een hele angstige gedachte. Dat straks alles openbaar wordt. Aan de buitenkant komt dat je wegdraagt wat je in je lichaam verricht heeft, zij goed, het zij kwaad. Maar tegelijkertijd is dat ook, denk ik, een van de grootste bekoringen van het evangelie. Want wat zegt het evangelie ons? Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat betekent dat je in dit leven een geweldig verlangen krijgt om de vliering schoon te maken. Om alles wat je op de zolder verstopt hebt naar buiten te brengen en te belijden en te zeggen, Heer, ik wil dat u dat weet. Ik belijd dat u ook, opdat het vergeven wordt en opdat het weg is. Want straks als ik openbaar word in uw eeuwigheid, dan wil ik dat alleen maar dat wat van u zelf in mij is openbaar wordt. En dat zal de eeuwigheid zijn. In wezen zal God, laat ik met die gedachte eindigen. In wezen zal God maar in één ding geïnteresseerd zijn als we voor zijn aangezicht komen. Niet zozeer wat heb je gedaan, tot welke kerk behoorde je. Maar in wezen maar in één ding van hoeveel vind ik van mijn geliefde zoon in jou. Hoeft hij niet te vragen, want dat ziet hij. Dat is de eeuwigheid, dat is openbaring in de eeuwigheid. Daar wordt openbaar hoeveel of God van zijn geliefde zoon in ons leven heeft kunnen uitwerken. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mijn leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u was mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam voor mij geslagen. De wederkomst van Jezus, daar verlang ik aan de ene kant heel erg naar. Dat het allemaal veel mooier zal zijn. En aan de andere kant heeft het ook een soort angst over me. Dat ik bang ben dat dat God zich voor me schaamt. Omdat wat je van binnen bent, komt dan naar buiten toe. Terwijl je misschien toch je best doet. Hoe kom ik van die angst af? God sleutelt elke dag aan ons. God werkt elke dag aan ons. En als jij zegt, ik ben daar bang voor, is dat nooit een juiste reactie, denk ik. Ik ken dat natuurlijk ook. Wij hebben dat allemaal. We denken, hoe zal dat dan zijn? Want er staat, het is natuurlijk nogal wat. Als er staat, we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. En dat zegt Paulus tegen christenen. Niet tegen ongelovigen, maar tegen christenen. We moeten voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat er niet een wegdragen wat hij verricht heeft, zij goed, het zij kwaad. Als dat ons angstig maakt, kan er maar één reactie zijn en dat is vluchten naar de Heer Jezus. Heer, u bent voor mij gestorven. U bent daartussen gaan staan. U hebt gezegd, het is volbracht. Ik wandel in u, Heer. En wat u nog niet in mij hebt uitgewerkt, dat zult u in de komende tijd doen. Maar ik dank u dat de Vader mij toch aanziet in de Heer Jezus. In een eindproduct. In dat wat hij van je maken kan en van je maken wil. En ja, daardoor valt toch ook alle angst. Denk je, je sprak erover dat er iets van de Heer Jezus in ons zichtbaar moet worden. Maar hoe moeten we dat zien? Is het dat je de manier waarop je met mensen omgaat? Of is het dat je wijzer wordt? Of is het dat je zachter wordt? Of misschien wel rustiger, meer rust en meer vertrouwen? Of is dat doelgericht, als je zo denkt? Ik denk beide. Doordat je innerlijk leven verandert, geeft dat ook natuurlijk een andere reactie op andere mensen. Dus je omgang met andere mensen wordt daardoor ook anders.
maar dat is natuurlijk wel een proces, hoor. Dat is niet een kwestie van ik moet leren om een beetje liever te zijn. Of ik moet leren om een beetje zachter te zijn, een beetje zachtmoediger. Maar het is het proces van wat er gebeurde aan het kruis van Golgotha. Alles wat van onszelf is, en er zitten nogal wat lelijke dingen in onszelf, zijn meegekruisigd met de Heer Jezus. En we mogen leren om te leven uit dat nieuwe van Hem. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Maar betekent in de praktijk dat je iedere keer tegen jezelf oploopt. Want dat oude wat in je is, is helemaal niet van plan om te capituleren. Dus iedere keer is die tijger daar, die reageert daarop. En iedere keer moeten wij, laat ik zeggen, in omgang met mensen. Je hebt een collega of zo en iedereen vindt die collega onsympathiek en jij dus ook. Nou, dat zijn dan dingen die komen op je bord, waarvan God je leren wil. Ja, maar ik wil in jou wonen en ik hou van die collega van jou. En ik wil jou leren dat jij ook van die collega kan houden. Nou, dan loop je iedere keer tegen die collega op. En iedereen heeft een hekel aan die ander, dus je kunt het makkelijk rechtvaardigen voor jezelf en zeggen, ja jongens, dat is nou eenmaal lastig iemand. Ze vallen allemaal over erheen, dus ik heb dat ook. Het wonder van het christen zijn is dat God ons zegt, ja, maar ik kijk anders tegen haar aan. Ik hou van haar en ik woon in je. Nou, dat is een enorm proces wat nooit eindigt, wat een leven lang duurt, maar waarin je toch merkt dat door het kruis van Golgotha, door het sterven van de Heer Jezus, hij toch de dood kan brengen aan dat lelijke en ons toch dat nieuwe leven kan geven, waardoor je toch anders in de praktijk ook anders gaat reageren. En ook je leven hier beneden, als ik het zo even zeggen mag, zolang we hier nog zijn, anders gaat worden in de loop van de jaren. En word maar niet moedeloos, want dat worden we steeds. We kijken naar onszelf en denken, nou jongens, het wordt nooit wat. Het wordt wel wat. God ziet, de Heer Jezus ziet, het eindproduct. Johannes mocht zien de kandelaren die van goud waren en die licht gaven. Hij zag het eindproduct, het wordt echt wat. Zegt als je voor God komt, voor zijn rechterstoel, dat je binnenste dan van buiten zichtbaar is. Dus uiteraard de slechte dingen die je gedaan hebt, maar ook de mate waarin je op Gods zoon bent gaan lijken. Ik begrijp niet waarom dat in de hemel nog steeds zichtbaar is, die heilige daden. Waarom dat van buiten nog steeds in de hemel bij je zichtbaar is, omdat je dan volgens mij verschillen krijgt tussen mensen. En ik heb altijd begrepen dat in de hemel iedereen gelijk is. Zeker voor God. Nergens in de Bijbel vind je grond voor de gedachte dat we allemaal gelijk zullen zijn daar. Toch is het een soort volksgeloof wat je aan alle kanten altijd om je heen hoort. Een van de meest attractieve dingen van het evangelie is juist dat we daar niet allemaal gelijk zullen zijn. Is juist dat je daar een Mozes en een Elia hebt die aan de Heer Jezus verschijnen. Is juist dat in dit leven God bepaalt hoeveel er daar van de Heer Jezus in ons zal zijn. Dat juist dat onderscheid daar is. En een man bijvoorbeeld als Paulus, dat zet hem zo ontzettend in beweging. Die zegt, vergetende wat achter me ligt, maar uitstrekkende naar wat voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods. Die man is enorm in beweging, omdat hij beseft, daar zal ik zijn wat God hier van me heeft kunnen maken. Dus de gedachte dat we in de hemel allemaal gelijk zijn, is absoluut onjuist. De enige tekst die over het woordje gelijk spreekt is dat we aan hem gelijk zullen zijn, aan Jezus gelijk zullen zijn. En christen zijn betekent juist dat diepe verlangen dat er zoveel mogelijk van de Heer Jezus in ons zal worden ingewerkt in dit leven.
Ja, dan krijg je toch zoveel verschillen. Bij de ene is het natuurlijk veel meer van de Heer. Ik kan me voorstellen dat bij iemand als Elia, dat zijn zulke grote mensen, dat daar veel meer van de Heer Jezus uitgewerkt zal zijn als bij mij bijvoorbeeld. Waar wij natuurlijk altijd aan denken als mensen hier, is dat we denken, nou dan is de hemel niet meer, want dan zijn we stik jaloers op elkaar. Ja, precies. Alleen we mogen er rustig van uitgaan dat jaloersheid daar niet bestaat. Anders zou de hemel geen hemel meer zijn. In de hemel is alles goed. Jaloersheid, zeker het negatieve jaloerse, dat is iets wat in de hemel niet binnenkomt. Dat krijgt de kans daar absoluut niet, want God verandert dat in ons innerlijk leven. Dat betekent inderdaad dat wij met een grote vreugde op kunnen kijken naar een man als Elia die meer is dan wij. Heere God, wat hebt u in hem ontzettend veel gedaan. Ik ben ook dankbaar voor wat u in mij gedaan hebt. Dat mag onze reactie zijn. Want Elia en jij zijn twee verschillende mensen, maar de God van Elia is dezelfde als de God van jou. En God werkt de dingen in ons uit. Hij is de Almachtige. En hij verlangt ernaar om veel in ons uit te werken van de Heer. Dus deze mensen die wij op een voetstuk zetten, moeten ons niet ontmoedigen, maar bemoedigen in de zin van wat u in hem deed, heren. Ik ben natuurlijk anders, dat weet u wel, maar wat u in hem deed, wilt u ook in mij die dingen uitwerken? Dat is denk ik de juiste reactie.